Wat fijn dat je vandaag terug bent bij de dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Want hoe je het ook doet, tijd nemen om in Gods aanwezigheid te komen is altijd het beste. Jouw overdenking voor 16 september. Een geweldige ruil. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Psalm 55, vers 23. Werp uw zorg op de Heer, en Hij zal u onderhouden. Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt. Wist je dat God een ruil met je wil doen? Hij wil dat je Hem al je zorgen, problemen en fouten geeft. In ruil daarvoor zal Hij je vrede en vreugde geven. God wil werkelijk voor ons zorgen. Maar om Hem dit te laten doen, moeten we ophouden met voor onszelf proberen te zorgen en ons zorgen maken over elk klein detail waar we geen controle over kunnen hebben. Veel mensen willen graag dat God voor hen zorgt, maar toch blijven ze zich nadrukkelijk zorgen maken of willen zelf het antwoord zoeken in plaats van te wachten op Gods leiding. God zal ons vrede geven. Maar we moeten Hem eerst onze zorgen geven. Wat een geweldige ruil. We geven God onze zorg en Hij geeft ons zijn vrede. We geven Hem al onze zorgen. Hij geeft ons bescherming, stabiliteit en vreugde. Dat is de geweldige zegen en voorrecht om door Hem te worden onderhouden. Ik wil je uitnodigen om het volgende gebed met mij mee te bidden. Heer, U heeft mij een geweldige ruil geschonken. U bent zoveel bekwamer dan ik. Dus geef ik U al mijn zorgen en ontvang ik al de vrede en vreugde die U mij aanbiedt. Amen. Fijn, hè? Even stil zijn en luisteren naar een overdenking? Houd je vast aan Gods woord. Tot morgen. Mocht je anderen ook willen attenderen op deze podcast, abonneer je dan op ons kanaal en stuur deze overdenking door aan iemand die vandaag een bemoediging kan gebruiken. Alvast bedankt.